Finland aan de Botnische Golf. Het land waar Angry Birds is bedacht is tegenwoordig ook formaat om haar onderwijssysteem. Eén van de beste ter wereld. De scholen in Finland trekken daarmee internationale belangstelling. Die buitenlanders willen maar één ding weten. Wat is het geheim van dat succes? And we have built it together and we all think that it's a really good school system. Ondertussen 2000 kilometer verderop, in Groningen. We gaan naar Zoutkamp. De onderwijsproblemen daar zijn groot. Bijna net zo groot als de gecombineerde klassen. Meester, 7 en 8, hoeveel kinderen hebben die? Die hebben 20. 20 kinderen. Dat betekent dus dat je hier op de maandagmiddag, op de dinsdagmiddag en op donderdagmiddag met 30 kinderen moet gaan zitten. Meesters en juffen op kleine scholen zoals de Ichterschool hebben het dus niet makkelijk. Ze doen hun uiterste best om leerlingen uit verschillende groepen in één klaslokaal les te geven. Dat vraagt veel van een leerkracht. Als je groep 6, 7 en 8 bij elkaar hebt, ben je al beperkt in het geven van instructie. Leerkrachten geven zelf ook aan van nou, het lukt me gewoon niet om het onderwijs te geven dat ik graag wil geven. Ik kan niet iedereen voldoende aandacht geven op die manier. Mertens en Smit zijn beide directeur van een kleine basisschool. Toch proberen ze het onderwijsniveau hoog te houden. In Finland gaat dat prima. Vijf dagen lang maken de Groningse directeuren kennis met Helsinki en haar onderwijssysteem. Ze bezoeken twee basisscholen en krijgen uitleg van experts. Het succes van het Finse systeem begint bij het hoge opleidingsniveau van de leerkracht. I'm an English teacher, so I have a degree in English and then I have done studies for being a qualified teacher, which are pedagogical studies. First of all, they have studied the subject for many years. For example, if you are a teacher in class 7 up to 7 to 9, you have maybe studied English for 5-6 years on the university. So you have very strong skills. Det här nu lite annorlunda när ni blev blandade så här. De universitair geschoolde meesters en juffen staan hier altijd maar voor één groep. En de leerkracht krijgt soms ook nog ondersteuning van meerdere assistenten. Voor de lerarenopleiding is een strenge toelatingseis. Er is maar een beperkt aantal plaatsen. Een hoogopgeleide meester of juf komt het onderwijs ten goede. When you have high requirements for teachers, for being a qualified teacher, of course the education has to respond to that. They have studied the subject for many years, so they are quite qualified for their work. So I think the teachers are very important. Wellicht door dat hoge opleidingsniveau krijgen Finse onderwijzers veel respect van hun leerlingen. Dat is ook de Groningse delegatie opgevallen. Zij zien de leerkracht niet als degene die zegt wat ze moeten doen, maar ze zien de leerkracht als degene die hun helpt bij hun leerproces. En dat zorgt denk ik voor een stukje respect. Alle leerkrachten worden hier ook bij de voornaam genoemd. Terwijl wij in Nederland nog wel eens de discussie hebben van ja, dwing je daar wel het respect mee af? Nou, hier in Finland wordt de leerkracht bij de voornaam genoemd en toch heeft hij respect. Students know that you're fair and you know what you're doing. They will respect you. If they are not so sure, then they might not. Of is het dan toch gewoon een kwestie van propaganda? In Finland hangen foto's van de schooldirecteuren in de school. No, I don't think a lot of people even realize the photos and that kind of stuff, but after a while, when we get older, we realize how an important part of our like education they are. Because without them, we wouldn't be able to get an education or to learn as good as we do right now. So I think that's why we learn to respect them more. Kinderen in Finland kunnen vanaf hun vierde naar de kleuterschool. Pas vanaf hun zevende zijn ze leerplichtig en ze zitten tot hun 15e jaar op de lagere school. Marienke is 15 en zit nu in de hoogste groep. Volgend jaar gaat ze naar het gymnasium. Er wordt heel serieus gewerkt, maar ook in een Finse klas is er wel eens rumoer. Sometimes yes, but that's just a cry for attention for most people. A lot of people try to learn and when the other kids know that, they start being more quiet to respect also the other students. De kinderen krijgen hier Engels, muziekles, maar ook huishoudkunde. En Gronings? Je
You can say moi moi or moika, or if you want to say see you soon, you can say nahda en bien. Net als bij ons betekent moi hallo. Moi moi is tot ziens. Verder is er vooral veel verschil. Finse scholen gaan uit van het principe niet testen, maar leren. Dus geen CITO-toets en ook niet scores van scholen onderling vergelijken. That sounds very competitive. I don't think that we are competitive in that sense, but in our school we try to be, we are more like inspired by other teachers. If someone has a good idea, we are inspired to do something similar. Ook zijn hier geen onderwijsinspectie of andere instanties die zeggen wat de school of leerkracht moet doen. Immers, de leerkracht is hier hooggeschoold en er is controle onderling. En dat aspect spreekt de Groningers wel aan. In Nederland merk je dat van bovenaf, vanuit het ministerie en de inspectie, er erg veel regels worden ingesteld. Wat weer een enorme administratieve last met zich meeneemt voor leerkrachten. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, als je het vergelijkt met het Finse systeem, dat wij daar veel te ver in door zijn geschoten. In Finland is presteren belangrijk. De Finnen zijn op veel dingen trots. Ook op dit wereldwijde succes. Dit populaire spel is hier in Finland gemaakt. En het succes van Angry Birds wordt vaak in Finland als voorbeeld genoemd. Met goed onderwijs word je succesvol. Maar het Finse schoolsysteem heeft ook een keerzijde. Uit onderzoek blijkt dat Finse kinderen niet zo gelukkig zijn. Nederlandse basisschoolkinderen zijn een stuk gelukkiger. En de Groninger directeuren merken dat er meer minpunten kleven aan het Fins onderwijs. Dan bedoel ik het gebruik van ICT en ook de manier van lesgeven. We hebben hier vooral klassikale lessen gezien. Waarbij kinderen dus eigenlijk met z'n allen even lang luisteren naar de leerkracht die hun wat vertelt. En in Nederland zijn we mee bezig met differentiatie. Dus geen klassikale, maar een individuele aanpak. Het onderwijs in Finland is niet één op één te kopiëren. Maar de directeuren zijn onder de indruk en steken er iets van op. Bijvoorbeeld voor de discussie over de scholen op het Groningse platteland. Nou ja, kijk, wat je ziet in Finland is dat er veel meer handen naar het bed zijn. Dus je ziet uiteindelijk dat het onderwijs beter georganiseerd is hier in de scholen. Dat kost geld. Als je dat zeg maar op het Nederlandse systeem loslaat en op onze kleine scholenproblematiek in Noord-Groningen. Ja, dan zou je kunnen zeggen van goh, je zou eigenlijk naar grotere scholen moeten. En door grotere scholen te maken kun je ook het onderwijs beter organiseren. Of het Rijk moet meer geld uitgeven om de kwaliteit van de kleine scholen op peil te houden. Kleine school of grote school? Elke directeur neemt iets mee uit Finland. De kracht zit toch in een grote school. En dan zit de kracht hem juist in dat je als school minder kwetsbaar bent. Je hebt meer collega's. Je kunt dus kennis spreiden en kennis gaan delen. Maar dat betekent automatisch dat je daar keuzes in gaat maken. En dat er dan dus minder scholen zijn op het platteland. Dat is een hele lastige. Want voor ouders is het erg belangrijk dat de school in het dorp blijft. We hebben natuurlijk twee hele grote scholen gezien. Dus dat maakt het wat lastig voor mij om te zeggen van goh, dat is echt iets wat ik meeneem. Wat ik hier wel mooi vind is dat doordat je gewoon meer leerlingen hebt, je als school meer mogelijkheden hebt in de begeleiding van kinderen. En de directeuren hebben een nog belangrijkere les geleerd in Finland. Wat natuurlijk ook mooi zou zijn in Nederland is dat we nog meer kunnen gaan doen met de professionalisering van leerkrachten. En dat is natuurlijk niet afhankelijk van een grote of een kleine school. De sleutel voor goed onderwijs is beginnen bij de opleiding voor leerkrachten.